openen de Heilige Schriftgemeente bij het boekje Rut. Rut 2 vanaf vers 17 lezen we tot en met Rut 3 vers 10. Boekje Rut, tweede hoofdstuk. En beginnen te lezen bij het 17e vers waar Rut is op het veld van Boas. De dag komt aan het einde. En er staat in vers 17, alzo las zij, dat is Rut, op in dat veld tot aan de avond. En ze sloeg uit wat zij opgelezen had en het was omtrent een eva gerst. En ze nam het op en kwam in de stad. En haar schoonmoeder zag wat zij opgelezen had. Ook bracht zij voort en gaf haar wat zij van haar verzadiging overgehouden had. Toen zeide haar schoonmoeder tot haar, waar heb gij heden opgelezen en waar heb gij gewrocht? Gezegend zij die u gekend heeft. En zij verhaalde, ze vertelde haar schoonmoeder bij wien zij gewrocht had, gewerkt had. En ze zeide, de naam van deze man bij welke ik heden gewrocht heb, is Boas. Toen zeide Naomi tot haar schoondochter, gezegend zij hij den Heere die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levende en aan de doden. Voort zeide Naomi tot haar, die man is onze nabestaande. Hij is een van onze lossers. En Rut de Moabitische zeide, ook omdat hij tot mij gezegd heeft, gij zult u houden bij de jongens die ik heb, totdat ze de ganse oogst die ik heb zullen hebben voleind. En Naomi zeide tot haar schoondochter Rut, het is goed, mijn dochter, dat gij met zijn maagden, met zijn meisjes uitgaat, opdat zij u niet tegenvallen in een ander veld. Alzo hield zij zich op bij de maagden van Boas om op te lezen, totdat de gerstenoogst en de tarwenoogst voleind waren. En ze bleef bij haar schoonmoeder. En Naomi, haar schoonmoeder, zeide tot haar, mijn dochter, zou ik u geen rust zoeken dat het u wel gaat? Nu dan is niet Boas, met wiens maagden gij geweest zijt, van onze bloedvriendschap. Zie, hij zal deze nacht gerst op de dorstvloer wannen. Zo baat u en zalf u en doe uw klederen aan en gaat af naar de dorstvloer. Maar maak u de man niet bekend totdat hij geëindigd zal hebben te eten en te drinken. En het zal geschieden als hij nederligt dat gij de plaats zult merken waar hij zal nedergelegen zijn. Ga dan in en sla zijn voetdeksel op en leg u, zo zal hij u te kennen geven wat gij doen zult. En ze zeiden tot haar, al wat gij tot mij zegt, zal ik doen. En alzo ging zij af naar de dorstvloer en deed naar alles wat haar schoonmoeder haar gezegd had. En als nu Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, zo kwam hij om neder te liggen aan de uiterste van een korenhoop. Daarna kwam zij stilletjes in en sloeg zijn voetdeksel op en legde zich. En het geschiedde te middernacht dat die man verschrikt om zich heen greep en zie, een vrouw lag aan zijn voetdeksel. En hij zeide, wie zijt gij? En ze zeide, ik ben Rut, uw dienstmaagd, breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. En hij zeide, gezegend zijt gij de Heere, mijn dochter. Gij hebt deze uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste, terwijl gij geen jonge gezellen zijt nagegaan, het zij arm of rijk. Tot zover. De barmhartigheid van Boas is de eerste gedachte en de raad van Naomi is de tweede gedachte. En het antwoord van Boas en de vraag is de derde gedachte. Barmhartigheid van Boas, de raad van Naomi en de vraag van Boas. Laten we samen. De Heer Jezus zegt in het Nieuwe Testament dat niemand God gezien heeft.
maar dat hij zijn enige geboren zoon naar de wereld gezonden heeft. Want wie Jezus gezien heeft, die heeft God gezien. Maar er zijn meer manieren in de Bijbel waarin God zich openbaart, zich bekend maakt aan mensen. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook door de geschiedenis van Boas. Door zo'n typologisch persoon, Boas, laat God zien wie hij is. Zo leert de Bijbel ons op vele manieren om God te leren kennen. En de meest bijzondere manier is door het horen van het woord. Mensen verachten dat wel eens en zeggen er moet een wonder gebeuren, want, en dat is ook zo. Maar dat wonder, dat werkt God door het horen van het woord. En gebruikt hij de geschiedenis, bijvoorbeeld vanavond, van Boas, om aan u en aan mij te laten zien wie hij is. En dan haast ik mij, want het is maar een schaduw. Zoals Mozes en Salomo en Boas een schaduw geven van wie God is. Nou, daar wil ik het vanavond met u over hebben. Het is een Moabitische vrouw, zo is het begonnen, hè? In Rut 1. Een vrouw die van God vervloekt was, Moabieten, nakomelingen uit Lot geboren. En deze vrouw wordt in aanraking gebracht door de Heilige Geest met Joden. Die Jood die komt zelfs naar hun toe. Dat weten wij, hè? Ebimelech en Naomi hebben de toevlucht gezocht in Moab. En langs een wonderlijke weg, langs een wonderlijke leiding, komt Rut in aanraking met Naomi en haar zonen. U weet het, hè? En het komt zo ver dat Naomi terug wil naar Bethlehem. En dat deze twee meisjes, weet je het nog, belijdenis catechisanten, dat deze twee meisjes allebei stonden te springen om mee te gaan met Naomi. Rut, maar ook Orpa. En ze zijn samen, ze hebben alles achter zich gelaten en ze zijn met z'n drieën gegaan naar de grens. En toen kwam het definitieve afscheid. Naomi beproefde, dat moet u ook doen, hè, ouders. Naomi beproefde het werk van God in Rut en in Orpa. En het blijkt, u kent de geschiedenis, dat Orpa door de mand valt. Heel veel mensen zeggen, Orpa was een huichelaar, een schijnvrome. Nou, er was bij Orpa ook heel veel gebeurd in Moab. Waar God iets werkt, gemeente, dat wordt altijd beproefd, vroeg of laat. En die beproeving die werkt vaak uit. Het is naar links of naar rechts. Juist op het moment dat het een prijs kost. Zolang het geen prijs kost, kunnen we met z'n drieën optrekken naar de grens. Maar als we geconfronteerd worden met de prijs om christen te zijn, dan gebeurt er iets bij mensen. Orpa blijkt een oppervlakkige christen te zijn. Om alles achter je te laten en geen toekomst te hebben voor het vlees, die prijs was te duur. Orpa wankelt. Orpa neigt naar haar wereld van het verleden. U toch niet, hè? Belijdenis gedaan. Zijn naam beleden. Maar toen het erop aankwam, toch nog vast te zitten. Waaraan? Aan vlees. Godsdienst. Wereld. En Orpa met een traan in haar oog keert terug naar Moab. Rut niet.
Jij ook niet? Ze gaat mee. Uw God is mijn God. Zo was het toch? En uw volk is mijn volk. En dan komt ze daar in Bethlehem. En ze heeft geen huis, geen dak boven haar hoofd. Ze heeft geen akkertje om voor haar moeder te zorgen. Rut heeft niks. Oh jawel, de God van Israël, die is haar tot hulp en sterkte. En ze overlegt met haar schoonmoeder of dat ze naar het veld zal gaan. Want het is toevallig, tussen aanhalingstekens, de tarwe en de gerstenoogst. En Naomi stemt er mee in en Rut komt bij toeval, zegt de Bijbel, op het veld van Boaz. Maar Rut weet niet wie Boaz is. En Naomi weet niet dat Rut op het veld van Boaz is. Wat doet Rut daar? Zij wordt in bescherming genomen door Boaz, terwijl ze een buitenlander was. Iemand die niet bij het volk van God hoorde. Iemand die de naam had dat hij van God vervloekt was. Maar Boaz zegt tegen zijn knecht op het veld: wie is die vrouw? En Boaz die had gehoord dat Rut naar Bethlehem was gekomen. Er was een goed gerucht uitgegaan van deze vrouw. Van jou ook? Hij had gehoord dat Rut zich ontfermd had over haar schoonmoeder. En dat zij alles had achtergelaten om de God van Israël te volgen. Boaz had het gehoord. Hij had haar nog nooit gezien. En hij ontmoet Rut. En hij maakt kennis met haar. En hij zegt: luister eens, blijf op dit veld en ga niet weg voordat de oogst tot een goed einde is gebracht. Ik heb mijn knechten het bevel gegeven dat ze over jou zullen waken. Ik zal je beschermen. Geen andere knecht zal zijn vinger uit durven steken naar jou. Ik verzeker je dat ik voor je zorg. Blijf hier. En als je dorst hebt, mag je meedrinken. En als je honger hebt, dan eet je mee. En laat zo je dag gevuld zijn. En haar dag werd gevuld. Van de morgen tot de avond was Rut op het veld om are te lezen. Aan het eind van de dag, ik sla even een stukje over, gaat Rut naar huis. Niet zomaar met iets, maar met iets wat boordevol was. Iets van 40 of 30 liter van de oost nam ze mee naar huis. En wat van de maaltijd was overgebleven, 's middags en 's avonds, nam ze mee. Ik zie ze gaan. Ik zie ze gaan door de straten van Bethlehem. En ze komt bij het huis waar ze woont. En ik zie haar voor de deur staan en ze klopt op de deur bij Naomi. En Naomi doet de deur open en haar mond valt open van verbazing. En ze zegt tegen Rut: waar ben jij geweest? Wat is er nou toch gebeurd? En dan komt het hoge woord eruit: ik ben op het veld geweest. Waar dan, zegt Naomi? Bij een zekere Boaz. Wat, zegt Naomi? Ben jij op het veld van Boaz geweest? Dat moet wel leiding van God geweest zijn. Want Rut kende Boaz niet en wist ook de verhouding niet tussen Naomi en tussen Boaz. Boaz was eigenlijk nog een soort familie, ver weg van Naomi. Je noemt zo iemand een bloedverwant. Hij wordt genoemd een losser, iemand die verantwoordelijk is over de familie als er iets gebeurt. Even eenvoudig maar vanavond. Beetje kinderlijk, goed? En Naomi is zo verbaasd. Waarom eigenlijk? Nou, Naomi zat niet goed in haar vel.
Daar ben ik meer en meer van overtuigd gekomen door het onderzoek van de tekst. Dat Naomi eigenlijk bitter, bitter was. Want ze zegt tegen de buren als ze de grens overkomt van Bethlehem: de El Shaddai heeft mij bitterheid aangedaan. Hij heeft mijn man en mijn kinderen weggenomen. Ik lees helemaal niet zoveel positiefs over Naomi. Tenminste, niet in de eerste hoofdstukken. Totdat dit moment komt in het leven van Naomi. Het lijkt er wel op dat Naomi het niet kan aanvaarden. Dat ze er niet onder kan buigen. Dat de Heere haar bitterheid heeft aangedaan. En als ze Rut ziet, begint het licht in haar ogen weer te schitteren. En ze zegt tegen Rut: Boas heeft weldadigheid gedaan aan de levende en aan de doden. Naomi, het lijkt wel of dat het licht in haar hart weer begint te schijnen. Ondanks dat ze haar man en haar twee zonen heeft moeten afstaan aan de dood. Weldadigheid. De Heer heeft zijn goedheid bewezen door Rut te zegenen en door Rut op het veld van Boas te laten werken. Naomi kan het niet op. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Ik zal u mijn gelofte betalen. Naomi wordt weer een andere vrouw. Misschien zit u ook zo wel in de kerk. Dat God u dingen hebt aangedaan die u maar niet kan aanvaarden. Waar u de slaande hand van God in ziet. En dat u God ziet als een El Shaddai. Een overste. Een krijgoverste. Iemand die je geweld aandoet. De El Shaddai heeft mij bitterheid aangedaan. Maar nu verandert het. En dan staan die woorden van hoofdstuk 2 en 3, ik weet het zeker, bij sommigen in hun hart gegrift. Naomi gaat weer goed over God denken. Kan dat? Dat je een periode hebt dat je opstandig bent. Dat je er niet onder kan komen, zeiden ze vroeger wel eens. Dat je het niet accepteren kan wat er gebeurd is. Dat je het er niet mee eens bent. Ik weet niet hoeveel tijd er tussen heeft gezeten. Soms kan het wel eens een poosje duren. Om te leren buigen. Kijk, als je gezegend wordt, dan heb je nog je vlees mee. Maar als het een weg wordt die tegen je mens zijn ingaan, als moeder of als vader, of dat je iets moet afstaan aan de dood, of dat je bitterheid moet ondergaan, dan is het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat je het daarmee eens bent. Jij ook niet, hè? Er gaat ook weinig van Naomi uit. Nou, dat zou je denken. Want ja, ze hebben natuurlijk in Moab ook al zo gedaan. Dat is ook een christen, zeg, waar geen smaak of reuk aan zit. Nou ja, het blijkt. Die twee meisjes zijn onder de indruk van Naomi. Maar Naomi zegt nu tegen Rut: de Heere is je barmhartig geweest door middel van Boas. Zou ik dan niet het goede voor jou zoeken als God het goede aan ons geeft? Dat is een uitspraak die lang uit de mond van Naomi niet is gekomen. Naomi die wordt bewogen met Rut. En ze wil niks anders dan Rut raad geven. Het goede, dat wil u ook toch? Dat wil u toch ook, gemeente? Het goede zoeken voor degene die de Heere vrezen. Dat werd geboren in het hart van Naomi. Zal ik niet het goede voor je zoeken?
Dan komt de tweede gedachte. De raadgeving van Naomi aan Rut. Ze zegt, Rut, luister eens. Mooi hoor, hoor. Je hebt nog steeds een rouwkleed aan. Vanaf het uur dat je man is gestorven, heb je jezelf niet meer gewassen. En heb je niet meer gebaad. En heb je niet meer gezalfd. Dat was een teken in Israël van rouw. Maar Naomi zegt, nou heb je lang genoeg gerouwd. Ik ga het goede voor jou zoeken. Want God heeft mij in aanraking gebracht. Met zijn barmhartigheid. Zou ik dan het goede niet voor jou zoeken als God het voor mij zoekt? Herkent u het? Lieve gemeente, herken je het? Zere goedheid kent geen paren. Naomi is gebroken. Naomi die is bewogen geworden over Rut. Waarom? Nou, Rut wist niet hoe het werkte. Rut was een Moabiet. En jazeker, er was genade verheerlijkt in het leven van Rut. Maar Rut snapte er niks van. Snap jij het? Een losser, Boaz en bloedverwant. Wat bedoelt Naomi daar nou mee? Ze snapte daar natuurlijk helemaal niks van. Naomi zegt, Rut, ga maar even zitten. Dan zal ik je vertellen hoe het in het koninkrijk van God eraan toe gaat. Jij bent in aanraking gebracht met een bloedverwant. En hij is ook nog een losser in onze familie. Iemand die verplicht is via de wet om zorg te dragen als er in de familie iemand gestorven is. Dat hij uit liefde gewillig alle lasten en alle nood en alle zorgen op zich neemt. Rut, dat is een losser. Dat is iemand die jou verlossen kan en wil van alle moeite, financiële gevolgen en die voor jou zorgen wil voor jouw toekomst. Maar niet gedwongen. Niet met de geestel. Niet omdat het een plicht is. Maar dat ze vrijwillig met overgave zich aan jou aanbieden om jou in de onbekende toekomst tegemoet te gaan. Dat was een losser. Maar ja, hoe kom je met zo iemand langs een ordelijke weg in contact? Nou, zegt Naomi, ik zal het je vertellen hoe het werkt. Maar je moet wel je rouwkleed uitdoen, gewillig. Je moet je wel zalven, alle tekenen van rouw moet je afleggen. En weet je wat zo wonderlijk is, Rut? Vannacht gebeurt er iets. Want de oogst is afgerond. En dan is er altijd in Israël een oogstfeest. Dan wordt tarwe en gerst gedorst. En dat doen ze, Rut, op een berg, op een hoge plaats. En dat doen ze vlak voordat het donker wordt. Weet je wat je nou doen moet? Mooi luisteren, dat rouwkleed aan en een feestkleed aantrekken. En je wassen, je schoonmaken, afscheid nemen van dat rouwproces en doet een bruiloftskleed aan. Alsof dat je vanavond naar de bruiloft gaat. En ik zal je vertellen, Naomi, hoe dat werkt in Israël. Weet je wat je moet doen? Je moet er naartoe gaan. Sst, stilletjes. Tegen de avond, dat het nog net niet donker is. Het wordt in Israël vaak plotseling donker, hè? Maar vlak daarvoor moet je naar die dorstvloer gaan. Want daar is Boaz. Hij is op de dorstvloer samen met zijn knechten. En ze vieren als het ware een feest. Maar nou moet je wachten totdat dat feest is afgelopen.
En dat het hart van Boas vrolijk is. En als het dan donker geworden is en hij is in slaap gevallen, dan moet je zachtjes, stilletjes naar de plaats lopen. En dat is bij een schoof. En daar ligt hij te slapen onder een deken. En dan moet je aan zijn voeteneinde gaan liggen. En de deken voorzichtig terugslaan. En je moet wachten tot hij wakker wordt. En als hij wakker wordt, Rut, dan zal hij aan je vragen, wie ben jij? En hij zal nog wat aan je vragen, wat kom je hier doen? In de avond is Rut zover. Ze heeft zich gewassen. Ze ruikt lieflijk. Ze heeft haar bruiloftskleed aan. En ze heeft de rouw afgelegd. En ze gaat met hoop en met verwachting naar Boas. En ze doet wat Naomi haar gezegd heeft. Er staat zelfs in de Bijbel dat ze gehoorzaamde aan alles wat Naomi gezegd had. Want Rut wist, als ze gehoorzaam zou zijn, dan zou de Godsbelofte zijn vervulling niet missen. In geloofsvertrouwen gaat de Moabitische weduwvrouw naar Boas. En het gaat zo. Het gaat zoals God het gezegd heeft. En die man die wordt 's nachts wakker en hij grijpt om zich heen. Logisch toch? En hij voelt dat er iemand onder zijn deken ligt. Die zijn voeten gestoken heeft aan het voeteneind bij Boas. En het is waar. Hij vraagt, wie ben jij? Dan zegt Rut, ik ben Rut de Moabitische. Had dat nou verzwegen, Rut? Want daar krijg je geen kruisje van. Maar dat is alleen maar in je tegendeel, nee. Ze gehoorzaamt wat haar moeder haar gezegd heeft. En ze zegt, ik ben die ik ben. Ik ben een Moabiet. Ik ben een vreemdeling. Ik hoor er niet bij. Hoe zou Boas reageren? Zou die zeggen, gij vervloekte, ga weg. Jij hoort niet bij het uitverkoren volk van God. Jij bent er een uit Moab. Jij bent een onreine. Misschien dat je dat verwacht had, hè? Maar zo is Boas niet. Want Boas is natuurlijk, daar zit u op te wachten toch, is een type van die meerdere Boas. En zijn naam, dat weten we, lang geleden, maar hebben we die naam gegeven aan de commissie. Want bij Boas is kracht. Bij Rut niet. Bij Rut is zwakte. Bij Rut is geen heerlijkheid, maar bij Boas wel. Hij is namelijk een losser. Moet u horen hoor, goed luisteren. En dan zegt hij, daar heb je goed aan gedaan. Goed aan gedaan om te komen op deze avond. Je hebt in gehoorzaamheid geluisterd en gedaan wat God bevolen heeft. Dat is het eerste. Boas spreekt Rut lieflijk aan. Bedankt dat je gekomen bent. Maar luister eens. Boas, ik heb je wat te vragen. Ik heb gehoord dat u een losser bent. Ik heb van Gods kinderen vernomen dat er bij u barmhartigheid is voor een vreemdeling. En ik ben een weduwvrouw. En ik heb niemand die voor mij zorgt. Ik sta alleen in de wereld en ik heb alles achtergelaten in Moab. Het is als het ware of dat Rut zich overgeeft aan Boas. En bij hem pleit, we hebben het wel eens over pleiten.
Ze pleit op hetgeen wat ze gehoord heeft. Wat heeft ze gehoord? De belofte. En ze heeft die belofte vertrouwd. En ze is gegaan. Bij de schemering van de avond. En ze heeft die gewaagde stap. Was het een gewaagde stap? Nee, dat was de gewoonte in Israël. Zo werkte het. Geestelijk. En letterlijk. Daarom heeft Rut in gehoorzaamheid gedaan wat misschien wel spannend en onzeker was voor het oog. Hoe durf je? U begrijpt natuurlijk dat hier wel wat meer achter zit, toch? Misschien heeft de Heer ook tegen u gezegd: zalf je gezicht. Doe die tranen weg. Stop met treuren. Ik lees nog zoiets ergens in de Bijbel. Met Rachel, met Israël, er is een stem gehoord. Weet u het nog? Een stem in Rama, een geklag en een bitter geween. Maar Rachel wenste niet vertroost te worden. Want ze moest haar kind missen. En de vrouwen in Israël moesten hun jongens missen. En hadden geen hoop en geen geloof meer dat het ooit goed zou komen. Rut wel. Rut had geloof. Oud-testamentisch was het dat Rut op grond van de belofte in de nacht de toevlucht zocht tot Boas. Nee, niet met een huilend gewaad, maar met een bruiloftskleed. Het was een aanzoek. Rut, zo'n vermogend man als Boas, durf jij een verzoek in te dienen? Wilt u met mij trouwen? Dat mocht in Israël helemaal niet zo. Of wel? Ja, als je weduwvrouw was, en zoals Naomi het verteld had, was dat de middellijke weg, dat ze een verzoek indiende. Trouw mij, zorg voor mij, ontfermt u zich over mij. Ja, maar zegt, dat is het vervolg om het even af te ronden. Dan kom ik hier straks nog even op terug. Maar het is nog niet afgelopen. Ze verzoekt Boas, maar Boas zegt, het spijt me. Ik kan jou niet lossen. Mooi horen, ik wil het wel, maar ik kan het niet. Waarom dan niet, Boas? Nou, er zijn meer lossers in de familie. En die hebben voorrang. Er is alleen maar een weg als zij niet willen. Als zij niet vrijwillig jou willen nemen wie je bent. Dan kan ik jouw losser zijn. Daar staat Rut. Het wordt bijna al morgen. Boas zegt, Rut, weet je wat je doen moet? Voordat het donker wordt, moet je zorgen dat je hier weg bent. Je moet de schijn des kwaads vermijden. Dat ze niet zouden denken dat je met verkeerde bedoelingen naar mij toegekomen bent. Pak je spullen, Rut, en ga terug naar Naomi. En dan? En dan? Tevergeefs geweest. Ja, is dat zo? Gehoopt en niet gekregen. Teleurgesteld in God. Teleurgesteld in de hoop die je had. Nee. Boas zegt, luister. Je moet naar huis gaan. En je moet stil op de stoel wachten. Wees stil, mijn dochter. Naomi zegt dat later als ze thuis komt. Rut, wees niet ongerust. Twijfelt er niet aan, Rut. Want die man die zal niet rusten voordat hij gedaan heeft wat hij beloofd heeft. Wat moest Rut doen? Niks. Ze moest Boas laten werken. Boas zou het voor haar opnemen. Dat heeft hij beloofd. Dat deed hij ook.
Volgende morgen ging hij naar de poort. Daar werd recht gesproken. En daar zit Boas in de poort. En daar komt een man aanlopen. En Boas herkent hem. Want dat is die losser die nader is dan Boas. Die dichter bij Naomi staat als Boas. En wat doet Boas? Hij spreekt deze man aan op zijn plicht. Dat hij alle lasten en alle schulden en alle moeite en alle verdriet van deze vrouw op zich neemt. Die losser was ook een man met veel vermogen. Maar hij wijst het af. Hij wil geen losser zijn van die Moabiet. Van die vrouw die weduwvrouw is. Dan heeft Boas het recht om uit liefde voor Rut te gaan zorgen. En het aanbod langs een rechte, eerlijke weg, is Boas de man geworden van Rut. En heeft God dat huwelijk gezegend met een nageslacht uit een Moabiet, uit een vervloekte. In het geslachtsregister niet te geloven. Van Gods uitverkoren volk staat een naam geschreven. Rut. Waar later, een paar generaties later, David uitgeboren wordt. En nog later, de grote Davidzoon. Nou, even zomaar in grove lijnen. Wat die Boas betekend heeft voor het. Voor u ook? Hoorde u al in de preek dat God met u ook zo'n weg gaat? Dat u door de genade uit de mond van Gods kinderen gehoord hebt hoe je met vrijmoedigheid naar Boas mag gaan? En dat u misschien lang getreurd hebt. Misschien wel radeloos geweest bent. En dat u het niet durfde, omdat u onwetend was. U wist niet wie Boas was. En u wist ook niet hoe de weg, we hebben het wel eens over een weg of zo, maar hoe de weg was naar de zaligheid. Misschien herkent u het, dat u ook op een nacht gevlucht bent naar de dorstvloer. En dat u toen het grote woord eruit hebt gegooid, wees mij losser. Want u hebt het beloofd dat u onze losser bent. Ontfermt u zich over mij, zegt Rut. Dat je mocht weten, ook in die nacht, of misschien overdag, dat doet er helemaal niet toe. Maar dat je het niet eens goed hebt begrepen. Maar je bent gegaan in de weg van het geloof. Omdat je niet zonder Boas kon leven. Want toen ze met hem getrouwd was, om het even exegetisch wat rond te krijgen, toen heeft Boas voor haar gezorgd. En toen had Rut een man die voor haar zorgde. Een man in het gewone leven die zorg droeg over Rut. Maar die meerdere Boas was ook haar geestelijke man. Ik zeg er niet te veel over, want dan staat het straks weer in de krant. Maar het boekje van Boas is geen bekeringsgeschiedenis. Want Rut was al een kind van God in Moab. En het is openbaar gekomen in Rutterleven op de grens dat het werk wat God begonnen was, dat hij dat zal voleinden. Dan moet je niet zeggen van, ze was bekeerd, maar ze kende Boas nog niet. Dus, nee, dat boekje is niet gegeven als een bekeringsgeschiedenis. Maar het boekje is wel gegeven wat Boas betekende voor het.
Daarom wilde ik ook vandaag hierover preken. Want je kan groot van vermogen zijn. En je kan heel machtig zijn met geld. Maar je bent de armste van allemaal. Als het niet voortkomt uit een nieuw beginsel. Wat is het een wonderlijk leven, gemeente. Om Boas te mogen kennen. Om in je dagelijks leven, ik probeer het een klein beetje concreet te maken, te vluchten naar de heuvel. En dat je je neerlegt aan die voeten van hem die beloofd heeft dat hij jouw losser wil zijn. Dat je met al je noden, verdriet, pijn, teleurstelling mag schuilen bij die lieve Boas. Een man rijk in vermogen. Die aardse Boas, ach, die moet straks zijn hoofd neerleggen. Maar een goede zaak dat Boas bereid was om voor Rut te zorgen. Bent u dat ook? Of ben je gierigaard? Laat je liever die andere losser voor de lasten opdragen en u de lusten. Nee, zo is Christus niet. Hij zegt, werp al uw bekommernis op mij, u ook. Want ik zorg voor jou. Kun jij het nog begrijpen? Dat hij zorgt. Dat hij zorg draagt voor je ziel. Dat hij zorg draagt voor je lichaam. En je beeft al als een rietje. Als de wind zich even beweegt. Waar is dat geloof? Van Rut. Dat u ondanks dat het donker is en nacht wordt. Ondanks dat u de wet van God tegen u hebt vervloekt. Dat je nochtans getrokken wordt om te schuilen onder de vleugelen van de Almachtige. Dat mooie beeld, hè? Iedereen kent het al, dus er is niks nieuws aan, maar ik heb geen nieuwe verhaaltjes. Ik kan geen verhaaltjes vertellen. Maar ik weet wel van die boerderij. Daar weet u ook van. En dat er brand uitbrak, daar weet u ook van. En die brand die heeft alles verteerd. En toen de eigenaar kwam overzien hoe groot de schade was, lag er een verkoolde kip op het erf. U kent het toch? Verkoold. En hij gaf een schop tegen die kip. En er sprongen levende kuikens onder zijn vleugels vandaan. Zo is Boas. Die laat zich verteren waar u door verteerd had moeten worden. Of je het gelooft of niet. Maar hij heeft zich laten verbranden in de helse vlammen, onder de toorn van zijn vader. Maar de straf die ons tevreden aanbrengt, die was op hem. Hij verkoolde, maar de kuikentjes dartelden onder de vleugels vandaan. Hoe is het bij u? Is de brand al uitgebroken? Heb je onder de vleugelen van die meerdere Boas je toevlucht gezocht? Vrees niet, geloof alleenlijk. In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar heb goede moed. Want hij heeft de wereld overwonnen. Arme zondares, ik roep u op. Ik raad het u aan. Dat gij koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. De prijs is betaald. Kost u geen cent. Alleen wees gehoorzaam aan het evangelie. De wet zal u daar niet brengen. Maar het liefelijke van Boas, dat trekt u naar hem toe. Kom, schuil dan. Doe het dan. Je durft het niet. Je bent misschien wel bang voor het vuur wat om je heen woekert. Maar kom, schuil onder de vleugelen. Van deze kip in Christus Jezus. En u zult behouden worden. We gaan naar huis. Waar zijn de moeders? Waar zijn de vaders? In Valburg. Waar onze jongens en meisjes.
naartoe kunnen gaan. En zeggen, wijs mij de weg die ik moet gaan. Zoek die moeders op. Zoek die moeders in Israël op en die vaders. En zeg wat je hart bezet houdt. Zeg maar tegen ze dat je het niet weet. Zeg maar tegen hun, wijs mij de weg. Door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. We hebben elkaar nodig. Christen zijn doe je niet in je eentje. Ik wenste dat er vele moeders zijn die bewogen zijn met het lot van Rut. Die misschien vanavond wel zeggen, onderwijs mij, verdiep in mij. Geef mij te kennen hoe het woord het zegt. Want ik heb als een schaap gedwaald in het rond en ik ben mijn herder verloren. Hoe krijg ik mijn herder terug? Moeders, vaders, laat u opbranden. Laat u opbranden om verdwaalde schapen het rechte weg te wijzen. En dan moet je niet zeggen, het moet vannacht uit de hemel komen. En dan moet je niet het verwachten van mensen. Dat is allemaal waar. Maar God gebruikt zijn woord en zijn kinderen. We hebben hem gezien die onze ziel lief heeft. Ga naar de dorstvloer en schuil ook bij hem alleen. Amen.